Staatsoliemaatschappij Suriname NV en de Kustwacht van Suriname hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De samenwerking zal resulteren in het optimaliseren van de veiligheid in Surinaamse wateren. De aanleiding hiertoe is het Nearshore Drilling Project, waarbij vanaf 2 april 2019 8 exploratieputten geboord zullen worden voor de Surinaamse kust. Er is een calamiteitenplan voor het project opgesteld om afdoende in te kunnen spelen bij eventuele noodsituaties. De kustwacht heeft een cruciale rol in het calamiteitenplan. Door de capaciteitsversterking van de kustwacht is Suriname nog beter voorbereid om op te treden bij eventuele noodsituaties op zee.